Dit wordt de look. Ik vind het helemaal top. Ik vind het echt een superleuke outfit. Dus dat vind ik leuk. We hebben even lekker een wafel besteld. Oké, mijn hoofd is nu in de kombiek. Hier is het droog en lekker warm. Dus kortom, het is gewoon de top. En we gaan vanavond hier ook even avondeten halen, want we hebben al onszelf afgescheept. Dus we gaan gewoon even eten halen voor vanavond. Oké, we zitten nu bij Brownies en Downies en we hebben lekker even een koffie. En met de Sky een lekkere tea. En we gaan hier lekker even genieten en we hebben lekker verwarming. Dus dat is top. Oké, we zijn nu onderweg naar huis. We zitten nu in de metro. Ja, we zitten nu in de metro. We moeten nog één halte. En dan zijn we alweer. En was op het super session. Leuker dan. Was echt oprecht heel leuk. Ook echt bij mijn tuinpak. Dus dat is ook weer helemaal mooi. Oké, het is nu inmiddels is het alweer kort over. Maar ik ga even mijn hoofd leeg maken. En ik ga daarbij gewoon lekker even een filmpje kijken op mijn PlayStation. Dus dat gaan we nu ook gewoon lekker doen. Of ik zie jullie vanavond nog even. Of ik zie jullie morgenochtend weer. Maar dat weet ik nog niet. Dus ik spreek jullie zo meteen dan wel weer. Oké, hallo allemaal. Goedemorgen. Het is inmiddels goedemiddag. Ik ben echt net wakker geworden. Echt heel erg. Maar ik ben niet wakker gemaakt. Dus dan slaap ik uit. Dat is echt heel uniek voor mij. Maar oké. Wat ga ik vandaag doen? Gewoon lekker relaxen. En trouwens, ik ga volgende week weer een keer een weekvlog maken. Leek me heel erg weer een keertje leuk. Dus dat gaan we volgende week ook gewoon lekker even doen. Oké, hoi allemaal. Ik heb nu het leuke tuinpak aan. Ik vind het echt super leuk. Ik ga aan jullie even mijn planning vertellen. Ik ga eerst even mijn konijnenhok schoonmaken. Daarna ga ik even mijn kamertje opruimen. En daarna ga ik even ijskoffie maken. En daarna ga ik wassen. Dus ik heb echt nog zo'n drukke planning. Ik ga voortaan gewoon zaterdag mijn konijnenhok doen. Dat is wat rustiger in mijn hoofd. Top. En even een mini uitleg waarom ik zeg maar mijn kamer opruimen, dat geeft toch wat rust in mijn hoofd, denk ik. Dus dat gaan we lekker even doen. Het is nu inmiddels bijna 5 als ik het goed zeg. En mijn hoofd zit echt super vol. Ik irriteer me echt aan alles. Dus daarom heb ik besloten om naar mijn eigen kamer te gaan, want anders ga ik uitborsten en dat weet ik gewoon niet. Dus vandaar dat ik in mijn kamer ben. Oké, lieve mensen, het is nu inmiddels rond 9 uur. En ik wist nog niet of ik al na het eten had gefilmd, maar het gaat wel ietsje beter. Mijn hoofd is nog niet helemaal leeg, maar wel al gedeelte. Dus dat is top. En ik moet even mijn bed gaan opruimen, want dat ziet er niet uit. Dus dit ga ik even opruimen. Oké, lieve mensen. Ik ga even laten zien wat ik dus aan heb. Ik heb dit leuke tuinbroek ding aan. Van de CNA. En dan heb ik gewoon even een shirt van de H&M aan. En mijn lelijke badslippers heb ik aan. En dit handvaatje is echt super handig. En ik ga vanaf morgen even weer een keertje een weekvlog gaan doen. Want het leek me ook wel weer een keer leuk. Dus dat ga ik vanaf morgen doen. Oké,
Oké mensen, ik weet echt niet hoe laat het is. Ik denk 11:30. Maar ik ga lekker slapen. Ik heb echt een mega vol hoofd. Dus ik ga nog even mijn boekje schrijven. En daarna ga ik lekker slapen. En vanaf morgen dus een weekvlog doen. Dus ik heb echt heel erg veel zin in mijn hoofd. Het is nu super vol. Dus ik ga even schrijven. En daarna ga ik lekker slapen. Dus dat wil ik gewoon even tegen jullie vertellen. Oké, mijn konijntje kijk hem echt vet schattig aan. Maar ik wil alvast even de video afsluiten voordat ik het weer vergeet. Waar ik gewoon heel erg goed in ben. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. En hieronder te abonneren. En niet vergeten op het belletje te klikken. Dan mis je geen video meer van me. Maar ik zie jullie weer in de volgende video. Ik ben best wel moe. Dus ik heb er niet helemaal een pijn in mijn hoofd. Mijn hoofd is echt super vol. En dat soort dingen dus. Ja, dat. Dus ja, tot de volgende keer. Doei doeg!